Hallo dames en heren, hallo, welkom bij een nieuwe vrachtwagenchauffeur Vincent. We hebben natuurlijk weer het stuur en we gaan weer op pad, want vorig jaar hadden we flinke concurrentie waar we nog steeds mee bezig waren. Dus na het intro gaan we lekker verder rijden met Euro Truck Simulator 2. Ja. Oké, people, let's go to work. Ja, en jongens, het regende concurrentie achter me, we weten het allemaal. Ik moest mijn licht vorige keer zoeken, want mijn lichtknop was helemaal weggegaan, maar die hebben we nu gewoon aan. En echt waar, Truck Simulator is gewoon van regen, van zon naar keiharde regen, in gewoon 2 seconden. Het is gewoon een flits, het is gewoon gelijk over. En voor me zit nu een nieuwe truck. En ik zou niet tegen hem aanbotsen, want ik denk dat dat flink kan exploderen. Ik denk dat er van die chemicaliën, van die stoffen in zitten, weet je, van die brandstoffen. Nou, dat wil je niet tegenkomen hoor. Ook ik niet als ervaren vrachtwagenchauffeur wil je niet tegenaan komen. Ja, sorry, ik kan er niks aan doen, maar het is nou eenmaal rot weer. Ik kan niet zeggen van, hop, het is zon. Dus we moeten het even met deze beelden doen, sorry. Ik doe mijn best. Ik weet dat het mistig is, ik hoop dat het snel oplost. En we gaan even kijken, want we moeten namelijk boomstammetjes gaan vervoeren. Dat wist u natuurlijk al. Van Mannheim naar Mannheim toe, dacht ik. Ja, de bestemming is Mannheim. En we zijn van Transinet. Dat is natuurlijk een bekende vrachtwagenmerk. We hebben al eerder jobs voor Transinet gedaan. En onze wachttijden. Ik ga even inhalen, want ik word gek van die brandstoftank. Zo. Dat ging net goed. Het is niet zo druk op de weg, dat scheelt. Even kijken, moeten we hier niet naar de andere kant? Nee, nog niet. Dadelijk moeten we naar links, zag ik. En we kunnen er €5.000 mee verdienen. Maar we hebben al aardig wat geld verloren aan een boete. Ja, ik was een spookrijder. Nou, we gaan niet naar links. Dat kan wel. Zo. En die concurrentieman, die zie ik niet meer achter me, geloof ik. Even kijken, jongens. Even kijken. Dat is die tank die we meegehaald. Oké. Dat betekent dat we die man of kwijt zijn, of we zijn eerder bij de bestemming dan hij. En dat vind ik fijn. Ja, dat vind ik fijn. Alleen het minder fijner is dat het regent. En het dan heel creepy in een hele donkere omgeving zit. En als ik mijn koplampen uitdoe, dan krijg ik een boete. Maar dan zie je gewoon helemaal weinig niks. Ik denk, even proberen. Nou, je ziet wel wat. Het is niet zo heel erg donker. En daar komen alweer lampen. Je mag in 70. Oh, we gaan 73. Ik zal een klein beetje de speed aanhouden dit keer. Voor het geval Mannheim ontdekt. Jongens, we hebben de plek ontdekt. Een nieuwe plek, Mannheim. Een mooie Belgische dorpie. Belgisch, een Duits dorpie. Ik zit helemaal nog met België in mijn hoofd. En het stoplicht, natuurlijk. We kunnen gelijk groen. Ik kan gelijk doorrijden. Maar ik denk niet dat we hier 70 mogen. Ik denk dat we hier of 30, 40, 50 mogen, denk ik. Nou, we gaan hier naar voren en we zijn er in 4 uur hebben we een rustmoment. Nou, dat is grappig. Want we moeten nog 12 uur resteren. Dat is best wel aardig wat. Het is best een grote lift. Alleen, het volgende rustmoment. Nou ja, het zal wel. Transinet. Daar moeten we naartoe. Oh, we zijn er al bijna. Wauw. Oh, dat ging aardig dan. Ik ga hier naar rechts. Kom maar. Zo. Ik weet dat je extra punten krijgt als wij naar achterin rijden. Maar dat doen we gewoon niet, want dan zijn we nog 10 uur bezig. Dus wij zeggen zoiets van, even naar voren een beetje, netjes. Zo, en dan zeggen wij van, hoppakee. Zag je dat? Zoveel XP. Bekwaamheidsbonus. Gewoon omdat wij zo goed hebben gereden. En nu kunnen wij die lange afstanden kunnen wij een plusje geven. Omdat we level up zijn gegaan. Wauw, level up zo snel. Nou, we doen die lange afstanden. Doe ik een plusje bij. En dan zeg ik toepassen. Zo, nu krijgen wij hopelijk meer jobs. Met nieuwere omgevingen. We gaan gelijk een nieuwe job doen. Want even geen cent te makken. Zo zeggen we maar even. Nou, we kunnen kiezen. Ik ga eens kijken wat we kunnen kiezen nog. We kunnen verder tomaten van Mannheim naar München. Ik zeg doen. Ik wil verder in Duitsland. We zijn zo lekker bezig. We blijven gewoon op die Duitse grens. Of we blijven gewoon in Duitsland hangen. En we gaan die grens niet over.
En het is nog steeds donker en we hebben een nieuw bericht. Ik ga gelijk mijn mailbericht bekijken of we dat we gaan vertrekken. Er zijn geen korte berichten. Ja, en hoe open ik die mail? Dat weet ik even niet. Ja, ik weet niet hoe je dat doet, jongens, die mail. Nee, dat is escape. Hebben we een mailtje? E-mail, hier moet je dat kijken, jongens. Even kijken, waarvan hebben we... We kunnen je helpen groeien, bank. Geachte heer mevrouw, we kunnen het niet helpen, maar we merken dat uw bedrijf het heel goed doet. En we zouden u graag helpen bij het verder ontwikkelen van uw mogelijkheden. Uw kredietlimiet is verhoogd naar 500.000. Voel u vrij om ten alle tijde uit te putten uit het beschikbare bedrag van uw plaatselijke bank. Ja, ik heb jullie wel door. En dan moet ik heel veel terug gaan betalen. En daar heb ik nog even geen zin. Want we hebben namelijk... Hoeveel geld hebben we trouwens? Nou, we zijn nog maar een beginner. Dus sowieso zullen we niet zo heel veel geld hebben. Maar we zitten op de weg. Ik ga eerst even mijn dingetje starten. Ik ga mijn ruitenwissers aandoen. En ik ga mijn licht aandoen. En dan kunnen we gelijk verder. En wij waren natuurlijk gebleven hier zo. Oh, scherp bochtje, jongens. Oh, dit gaat vervelend worden. Wacht even. Zo. Ja. Oké, en dat gaat goed nu. Oh, wat doet het stuur? Oké, het gaat goed. We gaan even goed rijden, want dan krijgen we meer XP-punten voor. En we gaan geen overtredingen maken. Zo, ik ging door groen, hè, jongens? Ja. En ik heb ook amper een botsing gemaakt. Ik was op tijd met de levering. Perfect. Zo. En nu gaan we dus naar München. Een heel bekend Duits plaatje. En ik vind dat wel grappig, want zo ontdekken we steeds meer plekjes. Je hebt een werving en een selectiebureau ontdekt. Hier kun je chauffeurs... Ja, jongens, dat kan ik toch niet lezen in dat tempo? Ongelooflijk. Stel je voor dat dat in Duits stond. Dat ik dat toch in mijn hoofd moest vertalen. Nou, dan was ik... Ja, dan was ik verder van huis. Ja, ik ben ook ver van huis. We zitten in Duitsland, mensen. En rijdt er weer zo'n gek Duitsertje voor me. Niks tegen Duitsers, hoor. Maar kijk, hij rijdt gewoon niet door. Hij rijdt gewoon niet door. En wij zitten nu met... Nou, echt. Ik laat wel even zien, jongens. Een hele vrachtwagen vol met tomaten. En ik hoop dat het eigenlijk overdag wordt. En dat we dan heerlijke zon krijgen. Hè? En de regen houdt lekker op. En je mag hier 70, meneer. Ja, just saying. We rijden 20. Ja, die man... Oh, jongens, het is gestopt met regenen. Zal ik dan maar gewoon mijn ruitenwissertje uitdoen? Zo. Even rust. En ik zie... Dat het opklaart. Ik weet het is ook 3:00 s'nachts. Ik denk niet dat... Of is dat 3:00 in de middag? Ik weet niet. Het ziet er niet heel erg donker uit, vind ik. Het zal mijn licht uit. Oeh. Chips. Ik zag het niet op tijd. Ja, ik zag het wel op tijd. Maar ik zag het niet... Ik kon het eerder weten, zeg maar. En we gaan naar links. Want we gaan richting München. En daar op het bord moet staan München. Staat er niet. Dus we gaan de verkeerde kant op. Dus we gaan lekker YOLO! Zo. Oké, ik dacht dat die automatisch uitging. En dan ging die niet. En hier is ook lekker zonnetje binnengekomen, zie je het? Aardig zonnetje. Zo, nou ja, als het lekker licht voor jullie, dat is mooi. Heb je beter beeld van mijn webcam. Maar de ene keer komt de zon ook hier naar binnen ineens. En dan is het veel donker in mijn kamer. Het schiet niet op. En mooie Duitse zonnebloempjes. Ik zou die best wel willen plukken. En dan neem ik die mee voor mijn moeder en zeg ik, mama, hier hebben we Duitse zonnebloempjes. Een heel pakketje. Ik zou dat hele vel plukken, joh. Waarom niet? Dat hebben we gelijk voor heel het jaar bloemen voor de. En we gaan nog maar 2, jongens. Ik word heel moe hiervan. We gaan maar 7. We gaan niet zo hard, want dat ding dat trekt. Nou ja, zoals je al hebt gezien. Ik ga nu pas 71 km per uur. Nou, daar heb ik bijna 3 minuten over gedaan. Nou, laten we niet te hard gaan hier. Ook al heb ik nog geen speed limit gezien. Maar ik dacht dat je die 70 mag hier. Maar ja. Oh, we krijgen die slalommuziek nu. Zie je het? Wacht, ik zal het even verbreden. Zo. En dan zie je... Tomaten van München naar München. Kaar voor. We hebben nog 10 uur resterend. Volgende rustmoment. Oké. Nou, tof. En hier zijn de eerste slalommen. En ik weet, slalommen zijn niet fijn met een vrachtwagen. En dan vooral met tomaten. Want ja, dan kunnen we net zo goed tomatensap gaan vervoeren. Dat vind ik ook wel heel leuk, tomatensap. Ik hou zelf niet van tomaten. Nee, ik vind het smerig. Jongens, ik ben te veel belicht. Zo, nou is beter. Ik weet het.
And I love you so. Zo, dat stuur mag wel gesmeerd worden, joh. Oké, je mag hier maar 50. Ik ga ook niet harder dan 50, dus makkelijk. Weer diezelfde vent voor mijn neus. Ik mag hem ook inhalen. Oh. Meneer, u gaat 20. Je mag hier 50. Just saying. And yes, I know how lonely it can be. Kom op, schiet een beetje op en rij een beetje door. Kom op, jongens. Ik zit hier niet voor de katse violen. Ik zit hier niet voor de Duitse violen, jongens. Ik zit hier niet voor de Duitse zonnebloempjes. Oh, jongens. Meneer, geef mij gewoon even voorrang. Ik bedoel, ik ga al met moeite zo'n berg op, want ik zit met allemaal tomaten achterin. Tomatos a la playas. En het wordt nou, het is nog steeds nacht, jongens. Het is echt 3 uur s'nachts. Jongen, dit gaat heel lang duren. Maar ja, ik doe mijn best. We gaan de berg op. Duitsland, dat is nou eenmaal berg, hè. Dat weet je, als je Duitsland binnenkomt, bergen. Wij waren in een plaatsje in België. En dat hoorde eigenlijk bij Frankrijk en Duitsland, dacht ik uit mijn hoofd. Weet niet zeker, maar die had in ieder geval, die had hele mooie bergen al. Je kwam binnen, prachtig. Je ging, oh, ik vergeet nooit meer. Prachtige omgeving, ik vind dat mooi. Ik zou best wel eens een keer weer er toe willen gaan met zo'n prachtige omgeving. En hier, hoe hard mag je hier, jongens? 50. Hoe hard gaan we? 60. Ik laat gaspedaal gewoon even los, want we gaan hier de berg weer af, zie ik. In de donkere stiltes van Duitsland. Ja, zo mag ik dat noemen, toch? Ik laat het gas gewoon los, jongens, want we gaan de berg af. Ik denk zelfs dat ik... ik laat gewoon even het gas los. Ik denk niet dat we hiervoor een boete krijgen. Voor 8 kilometer te hard. Nou ja, we krijgen hier een scherpe bocht, dus ik moet sowieso een klein beetje afremmen. Hé, dat is nog een tomatos, man. En ik ga proberen in deze aflevering ook om niet te botsen. Ja, om gewoon netjes te vervoeren, want ik heb het gevoel, hoe beter je presteert, hoe meer XP je vangt. Want ik heb al eens een keer gereden. Toen ging expres mensen een beetje saboteren. Nee, maar dat klopt niet. Ik kreeg net heel veel XP. En ik heb toch die man heb ik gebotst. Hè? Ik heb een boete gehad. Nou, dat zou je dan niet zeggen, joh. Dus ik wil nou gewoon even netjes mijn vracht hebben daar. Ik wil zonder boetes eventjes lekker gaan racen. Normaal vrachtwagen rijden. En ik merk dat hier heel erg donker wordt. Ik merk echt dat we nu op een weg zitten. Spooky as shit. Sowieso. Oké, hier mag je niet inhalen. Waarom gaat die man op zijn remmen? Omdat hij waarschijnlijk ook naar rechts of links moet dadelijk. Ja, hij gaat naar de rechts. Ik ga lekker naar links. Dag, weer die. Oh, wat een dork. Bijna tegen de maan. Bijna mijn record verbroken. Jongen. Nou, ik krijg gewoon hier naar links. Ik kijk niet eens meer of er iets komt. Het is ook maar één richting. Zo. Jeetje, jongens. Die man let niet op, joh. Die zit echt zo'n opa weer. Opa achter het stuur. Duidelijk een opa. Kan niet anders. Nou, dan moeten we die hele heuvel weer op. Omdat we die speed verliezen. En dan hebben we eindelijk weer een snelweg. Waar we hopelijk harder mogen dan 50. Ik zie een bordje met 90. Nou, dat haalt mijn vrachtwagen niet eens 90. Dus je kan het wel neerzetten. Maar dan halen we het toch nooit. En yes, I know. Jongen, dat nummer zit in mijn hoofd. Dat mag, hè? Vraag maar als chauffeur, hoor je niet anders. Als je de hele dag naar de radio te luisteren, krijg je nummers in je hoofd. Oh, ik loog. Ik zei dat ik niet wist hoeveel geld ik had, maar ik heb nu 20.756 euro. En dat is een hoop geld als vrachtwagenchauffeur. Want we krijgen voor elke lading krijgen we toch aardig wat geld. En ik weet niet of dat realistisch is, maar het zou wel fijn zijn. Als je die bedragen krijgt, dan zou ik best wel willen studeren voor vrachtwagenchauffeur. Nee, lijkt me ontzettend saai. Is geen werk voor mij. Je moet er echt voor gemaakt zijn, denk ik. Hè? Je moet er al voor gemaakt zijn. En je mag hier 100. Nou, dan kan je wel voor 3 jaar wachten tot bij vrachtwagen. Die moet opgevoed worden eerst, denk ik. En helemaal geen... Ik zie ook helemaal geen lantaarnpalen. Ik zie helemaal niks. Het is gewoon een hele donkere, sombere Duitse weg. En weet je wat ik ook mis in het spel? Dat zijn dieren. Mooie, wilde Duitse herten. Of Duitse vosjes. Of Duitse bisons. He, je ziet helemaal niks. Nou ja, we zitten nu op de A6, denk ik. Op de A6 richting Woerden. Een kilometer van 6 kilometer. Dan gaan we over naar de files in Duitsland.
Richting München is een aardige opstopping gekomen. Namelijk, niemand komt meer in München. Wegen een zombie-uitbraak. U zou een grote omleiding moeten volgen. Volgt u de borden B langs de weg. Dank u wel. We gaan hier naar rechts. Oké, we volgen de route B. Want we gaan richting Ausfahrt. Een vaart is toch een scheet? Nee, we gaan naar Ausfahrt. En we gaan iets te scherp door de bocht. Maar nog steeds perfect gedaan. En ik heb het gevoel dat het nu pikkerdonker nacht is. Ik weet niet of ik me... Dat moet ik niet doen. Laat ik dit gewoon zo doen. En niet uitdoen, want dan zie je helemaal niks. Moet je eens kijken, let op. Oeh! Ik mag niet te lang zonder licht rijden, want ik krijg die boete. En dan, ja, dan is mijn belofte verbroken richting jullie. Gewoon netjes rijden zonder problemen. En vooral s'nachts is dat heel lastig natuurlijk, hè. Ja, ja, ja. Sowieso, we proberen het te halen. En jullie staan ook dik achter mij. Shit! Ik word afgeleid door jullie. Weg! Ga niet achter me staan. Jullie staan met de gedachten achter me. Beter, beter. We gaan hier naar rechts. Richting München. Ik zag het op het bordje staan in het geel. München, here we come. Dat is Engels. En we zitten in Duitsland. We hebben gewoon alle talen door elkaar. Lekker YOLO, YOLO, YOLO. En even kijken, wat hebben we nog meer voor informatie? Tomaten. 18 thee. Waar zal die thee voor? Trossen. 18 trossen. Nou, dat is ook niet veel. 18 trosjes. Als het van die kleine trosjes zijn, dan zitten misschien 5, 6 tomaten aan. Nou, wat hebben we nog meer? We hebben geen schade, tot nu toe. En er zijn geen korte berichten. Dat komt omdat we ons zichzelf zo goed gedragen, natuurlijk. We hebben wel... Ik ga tanken, jongens. Ja, we hebben... Ik weet niet. We hebben... Het is een beetje... vervelend wat we hebben. Oké. Okay. We gaan even vol tanken. De dieselprijs is 1,46 €. Nou ja, mijn baas betaalt, dus ik vind het goed. Maar ik vul hem even vol. Dat vindt de baas ook fijn, hoor. Vind je niet? Als je gewoon een volle tank hebt, dat is gewoon fijn. Ook voor zo'n baas, dan kom je terug en van... Alsjeblieft, hier is de tomaten afgeleverd en al. Oké. Ik ga erop gokken dat niemand komt vanaf de andere kant. En... Dat ging perfect. Nee, ja, maar je kan je voorstellen dat een baas die ontvangt jou... Kom hier, jongeman. Kom hier. Kom, Elsje. En geef mij die prachtige tomaatjes. Die 18 trosjes. En dan zeg je... Ja, maar daarbovenop heb ik nog een volle tank. Nou, ik kan je wel zoenen, zegt hij dan. En dan krijg je natuurlijk die dubbele salaris. En je krijgt natuurlijk die XP points voor hem, van hem. En ja, moet je niet vragen mij, jongens... Is het zondag toevallig? Nee, woensdag. Geen zondagsrijders, dus... Flop, 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 flop. Rijden, AUB. Rijden. Ja, ik dacht... Ik keek even op mijn telefoon. Ik dacht dat die... Jongens, kom op. Je mag hier verdomme 90. Kom op. Nou ja, dat denk ik niet. Zit ik weer achter zo'n zondagrijder. En het is woensdag. Kijk, wat die man tegenover me doet... Die zag wat hij deed. Die gaat gewoon die vrachtwagen inhalen. Want dat mag hier namelijk. Ja, dag. Ik ga het ook gewoon doen, hoor. Die vent naast me, achter me, die rijdt gewoon zo verschrikkelijk vervelend. Oh, wat een kwal. DCP. Nou, die kunnen ook wel even langs. Tenzij er iemand aankomt en er komt niemand. Hopelijk. Ja, er komt iemand. Oké, dat hebben we mooi gedaan, jongens. Dat was echt... Nippertje gewoon. Dat is wel zo eng. En ja, ik vind het zo jammer. Ja, kijk, ik laat jullie de prachtige omgeving van Duitsland zien. Maar je ziet er gewoon helemaal niks. Dat ging echt net goed, hè? Je ziet helemaal niks. Oh, jongens, weer zo'n vrachtwagen. Waarom doen we gewoon het verkeer gewoon niet even... Floep, 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 gewoon even helemaal weg. Ja, ik heb nou zo'n heerlijk tempo, jongens. Ik ga hem gewoon inhalen. Zo. Oh, het is echt pikken donker, hoor. Ik vind het best wel creepy. Want stel je voor, ik heb net natuurlijk gesproken over die dieren. Maar dadelijk springt er ineens zo'n hert. Die springt ineens voor je. Nou, dan schrik je helemaal de dievenmoord. En ik zie helemaal geen mooie omgeving. Ik dacht, we gaan naar München. Een nieuwe omgeving. Weet je al? Vanaf München zien we dan hele mooie dingetjes. Nieuwe dingetjes. Nou, weer zo'n achterlijke vent voor je. Rij je treinspoor? Hou ik niet van. Scheiße, kom op, kom op, kom op, laufen, bitte sehen, alsjeblieft. Dankjewel.
En nou met tomaten nog natuurlijk. Oké, okay, als het goed is moeten we daar weer een afslag nemen, denk ik. Of gewoon rechtdoor. Er staat een pijl. En als er pijltjes zijn, moeten we daar rekening mee houden. Maar we hebben in ieder geval wel een volle tank. Dus we hebben eigenlijk weer 0,5 zorgen minder. Dat is wel weinig, hè, 0,5. Nee, laten we zeggen 70% minder zorgen. Want ik denk dat die zorgen best wel aan die kilometer, aan die benzine, hè. Ik vind dat dat best wel erbij hoort. Ik ga mee naar de jongens lopen. Dat was een nette. Die was mooi. Deze was mooi. Deze ging perfect. Nog steeds geen schade. Een volle tank. Geen concurrentie gezien onderweg. Ik zeg, dit is een topritje. Behalve dan, ja, behalve dat ze donker is. Dat is een beetje jammer. Maar ja, een donkere rit is gewoon verplicht. Ja. Een donkere plicht is verplicht. Hé, hey, dat is grappig. Ja, dat lijkt op elkaar, zeg maar. Nou goed. Hier mag je ook weer inhalen. En jongens, hoe lang duurt het nog, die reis? Echt waar. Weer zo'n zonder rijden. Kom op, hè, jongens. We hebben nou zo'n lekker tempotje. Ik bedoel, we rijden zowat 90 km per uur. En serieus, een heerlijk tempotje. Lekker snel, lekker vlot. En hier, nu komen wij er wel, denk ik. Het zijn wel hele dunne weggetjes hier, hoor. Oh, daar is weer een, zijn weer streepjes, gelukkig. Is dit een man voor ons? Gaan we inhalen? Nee, dat gaat weer niet lukken. Moet jij weer zo nodig? Jullie dachten, hè? Vind even je belofte. Oh, jongens, weg. Weg, misbruikers. Oh, we mogen hier 50. Ga, ik heb gewoon weer op je remmen. Gewoon weer keihard op je remmen. Gewoon, ik zou gewoon doen, jongens. Zijn ze weer aan de weg bezig hier? Maar dit is wel grappig. Dit vind ik grappig. Moet je kijken. Oh, rood. Oh my god, jongens. Zag je het? Gaaf dit. Gewoon een klein stoplichtje tussendoor. Nou, dat is wel voor de verandering wel gaaf dit, joh. Nou, kom op. Ja, baas. Ik kom eraan. Ik heb 18 trosjes tomaten. Ja, 18 maar. Niet zoveel. Nee. Wat? De verbinding is heel slecht. Ja, ik moet even rijden. Doei, doei. Met baas. Jongen, jongen, jongen. Altijd wat te klagen. 18 trossen. Hij zegt, dat klopt niet, jongen. Jawel. Je mag op groen. Het is niet verplicht, maar het zou in principe wel mogen. Waar wacht ik op? Voor niks. Nou ja, dan moet die vrachtwagen ook wachten, denk ik. Ha, ga maar lekker wachten, meneer. Ik ga ook niet toeteren, hoor. Ik vind het helemaal niet nodig. Daar krijg je een boete voor onnodig toeteren, want dat bestaat ook nog, hè. Ik weet niet of ze dat in het spel hebben gedaan. Pff. Jongens, kom op, hé. Blijft het nou de hele tijd zo donker? Is het gewoon een nachtrit? Ben ik moe van, zeg. Als je vrouw als chauffeur bent, hè. Lijkt me ook vermoeiend, hoor. Zo'n nachtrit. Lijkt me helemaal niks. Bleh. Lijkt me niks. Bleh. Lijkt me niks. Nachtrit. Bleh. Helemaal in het donker. Weet je wel, ga je donker rijden? Helemaal, eet je helemaal niks. Zie je geen flik, hè? Helemaal niks. Lijkt me even vies. And then I know how lonely it can be. Moeten we hier gaan slapen? Moeten we een tukkie doen daar? Kunnen we een tukkie doen daar? Even een momentje, jongens. Geen beschade. Nou, we hebben volgende rustmoment. Dus even om 5 uur. We kunnen even kort de frisse neus ademen. Gewoon even. Er komen twee vrachtwagens achter elkaar. Ho, 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 ho. Kijk eens even uit voor mijn vrachtwagen. Ze gaan niet eens tanken.
What the fuck? Nou, oké. We gaan met de weg op. We zijn weer heerlijk even uitgerust, jongens. Komt nog eentje. Ik zie het aan mijn licht. Ja, zie je? Oh, ik zag het aan het licht. Oh, prachtig gedaan weer, Vince. Dat heet vrachtwagenrij, jongens. Ik denk dat ik gewoon al mijn rijbewijs ga halen op deze manier. Hè? Ik doe het toch redelijk? Ja, ik maak mooie bochtjes. Ik kan het wel. Ik doe het alleen soms niet. Ik heb er soms niet altijd zin in. Nou, deze streep weet ik. Dat is een doorgetrokken streep. En daar mag je niemand inhalen. Misschien wel makkelijk om te weten voor jullie. Voor jullie als jullie ooit de rijbewijs gaan halen. Zo'n streep, zo'n lange streep. Je ziet altijd van die streepjes lopen. Maar dit is één lange streep. Nou, dan weet je dat je die mag inhalen. Hé, hey, je leert nog eens wat bij mij. En je leert ook dat je niet in het donkere nacht moet gaan rijden. Want dat is ongelooflijk saai. Nou ja, saai niet. Ik vind, we maken wel leuke dingetjes mee. Zoals net die weg, dat ze aan de weg bezig zijn. En van die vervelende zondagsrijders voor je giegel. En ik wil helemaal niet remmen, jongens. Dat remmen kost zoveel tijd om wel weer op gang te komen, jongens. Innsbruck. Nou, daar wil ik helemaal niet heen. Ik wil naar München. En daar zien we een bordje Zurich en München. Met allebei twee puntjes op de i. Nog een beetje een vervelend bochtje gemaakt. Ik kan hem iets vloeiender moeten nemen. In ieder geval, het regent niet. En we kunnen nog wel iets van de omgeving zien. En dat vind ik ook wel heel erg fijn. Dat je gewoon even een beetje kan kijken nog. Oké, okay. Tof. We gaan weer de snelweg op. We moesten even een andere. De D8 zitten we nu, denk ik. Ik weet mijn god niet. Oh, daar zit hij. Mijn licht zit gewoon aan de voorschakelaar. Oh, dat wist ik niet. Oké. Daar stond hij op ingesteld. Wist ik veel. Oké. En ik zie Frankfurt, Mannheim en Stuttgart. En als ik de bordjes volg, moet ik denk ik naar rechts voor München. Dus we gaan maar even op de rechte snelweg. Zo. En dan gaan wij die tomaten aflossen bij Ausfacht. Nee, we moeten naar München, jongens. Nou, dat zal wel richting die. Zou wel daar richting zijn, denk ik. En we rijden nu op de vluchtstrook. Dat mag ook officieel niet. Het gaat goed, jongens. Het gaat lekker. Ik denk dat ik gewoon even naar de middelste baan ga. Alhoewel, even kijken. Wat staat er op de bordjes? München. Oh, rechterbaan. Oké, dan zou ik op de rechterbaan blijven. Want we gaan richting München, jongens. Ja, kijk. En Nürnberg kan je ook in Innsbruck, zie ik. Nou ja, sowieso. Als ik voor een vrachtwagen ga sparen, moet het wel even een beetje wat snellere vrachtwagen zijn. Ja. Ausfacht. Oké, hier een heel klein beetje remmen, want ik zie een scherp bochtje. Ik ga het risico niet nemen. En dit wordt heel krap en smal. En je mag hier ook maar 50. Dus ik heb het gevoel dat hier weer van die enge dunne paadjes komen die we gewend zijn. En nog geen schade, jongens. Het gaat perfect. Het gaat prachtig. Ik kan het niet beter inschatten. En yes! Nou, München! Oké, we zitten bij München! Joehoe! Duitsland, hallo! Ik liebe die auch, ik liebe die auch! Let's get los. En dan drinken wij van dat Duitse bier, want dat is hartstikke lekker. München ontdekt nou. Ik ben hartstikke blij dat ik hier mag komen rijden met mijn vrachtwagen met tomaten. En dan mag ik weer gaan stoppen voor die rode zwijnhond liggen. Scheisse. Mijn baas belt me weer. Ja, baas, hallo. Ja, ik ben bijna bij de bestemming. Ja, ik weet niet of het 18 trossen zijn. Ik heb het niet gecheckt. Ik ga niet die vrachtwagen uit om het te gaan checken en te tellen. Ja, ik heb gewoon die vrachtwagen gekregen. Ik heb gewoon die job kreeg ik. Ja. Tot zo. Ach, dag. De baas weer. Groen licht! Wat? Is dat twee baans? Oh, ik dacht dat ze me allebei zaten erin te halen. Ik dacht, dat doe je toch niet bij stoplicht? Nou, dit is München. Het ziet ontzettend leuk uit, want we zijn bijna bij de bestemming. Ik ga maar even naar de linkerbaan. En we zijn er bijna zonder te botsen, jongens. Vincent, hou nog even vol. Laat die zondagsreis een poepje ruiken. Vooral die voor je weer. Die laatste Mini Cooper moet mij nog eventjes tot de remmen zetten.
Lekker bochie! En dan gaan we naar de rechterkant. En dan de laatste. Hey, wacht jongens. Dan ga ik hem goed afsluiten ook. Even kijken, die kant toch? Zo, ja, zo. Zo, en dan... Oh nee, dat gaat niet goed. Kom op jongens, ik moet het even doen. Weet je, het is de afsluiten van de video ook vandaag. Het is de... niet de finale natuurlijk nog niet, want het is hartstikke leuk om te doen. Maar dit is wel even zoiets van zo'n moment. Vincent, dit moet je gewoon goed gaan doen nu. Dus we rekenen op je. Hè? Koppelen. Geweldig. Oh shit, kijk die experience points. Oh my god. Geweldig, tomaten geleverd vanaf Mannheim naar München. Dit is één supermooie. Oh geweldig jongens. Dat betekent dat we nu 2015 XP hebben. Dat is echt ongelooflijk veel. En dat de volgende vracht, ben je gewoon benieuwd waar we de volgende keer naartoe gaan rijden. Kijk gewoon naar de volgende aflevering van Vrachtwagenchauffeur Vincent. En bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!